Ik denk de hele dag aan Louise. In elke droom komt zij voorbij. En als ik één iemand mocht kiezen. En is hij gezellig druk vandaag? Het is heel gezellig. Als het zonnetje blijft schijnen, dat is mooi, hè? Dat was eigenlijk helemaal niet voorspeld dat het zonnetje zou schijnen. Het was heel slecht weer, dus ik ben blij met het zonnetje. Ja, het was voor ons ook gezellig. Zijn er activiteiten in de tent of ook gewoon buiten? Er zijn activiteiten in de tent, onder tent en buiten. Beachvolleybal voor de ouderen. De kleintjes van peuters tot grote, van alles te doen. Stormbaan, boogschieten, sminken, noem maar op. Veel gezelligheid. En het zonnetje is bij de zomer een hele mooie dag. Het is een mooie dag. Ja. Het is al een mooie dag. Deze is het ook. Oké. Okay. Nou, veel plezier. Dankjewel. Hetzelfde. Doei. Doei. Houdoe. Zijn jullie er ook? Thomas, echt hier ook mee staan? Ik denk de hele dag aan Louise. Maar je staat voor mij. Je kan hier achterin klikken. Over de pijlen heen kijken. Alweer raak. Alleen wel in het maar in de 10. In de 20, Guus. Slacht is 20. Hij was altijd in 20. En jij hebt al met pijlenboog geschoten. Ja. En hoe goed ging het? Heel goed. Heel goed. Hoeveel punten had je? Was niet te tellen. Was niet te tellen, oh, dat is heel goed. Ja, het was in een aantal keer. Ja, weet je, het is. Niet op neersteken, hè? Ik leg een rondje rijden. Ah, shit. Zo, we staan hier op het Helvers weekend. Het is zondag, maar in Helvoort heet dat tijdens het Helvoort weekend allemaal op zijn Engels Sunday. Maar ook dat klopt niet, want het is namelijk Fun Day, Family Fun Day. Nou, voor de kinderen is hier heel veel plezier. Zeker als wij hier zo zijn rond een uur of heen en het zonnetje straalt, dan is het gewoon genieten. En dat zie je ook aan de kinderen genieten. Achter mij is een enorme grote stormbaan, hoe noem je dat? In elk geval een plezierbaan, want daar gaat het om. Zeker op deze middag, deze zondagmiddag, op het Helvoorts weekend, de Family Fun Day. Kijk maar lekker mee. Maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat doet me ook helemaal niet. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie. En het zou kunnen liggen aan die 5 Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie en een o zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets. Ik ben een gaasmaker en ik zet die train. Skip die train, spring er op mijn was weg en had me voorgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen, maar eindstand was mijn fiets gestoken. Ja, dat kan hij. Hey, Timo en Emma, gaat het goed? Ja. Ben je ook ergens waar? Ja.
Jullie staan hier mooi te kijken, maar jullie weten wel hoe lang het ding is, of niet? 46 meter. 46 meter? En dat is een stuk, hè? Dat is een heel stuk, ja. Hoe krijg je het voor lucht? We zijn aan de andere kant. Een hele hoop blaasmachines. Ja, ja. Ja. Zeker. Geweldig, zeg. Ja, mooi, hè? Ja, dus echt een... het allemaal heel leuk. Ja, hij is echt ontzettend lang. Ja. Kijk, de hunnen toch doen, denk ik. Ja, dat is iets, ja. Dat gaat niet. De barbecue die gaat niet door zo te zien. Oh, ja, want die borden die kunnen we niet meer gebruiken. Dat is jammer. Zo. Ik zag net de barbecue al de mist in gaan, want er stonden mooie barbecueborden bij, maar die gaan niet door de barbecue. Die gaan niet door. Dus, maar waar komt de rest van het serviesgoed vandaan? Dit is allemaal, dat hebben we allemaal donderdag van de vlooienmarkt overgehouden, waar niet verkocht is. Ja. Ja, en dan kunnen we weer niet op gaan slaan, want volgend jaar krijgen we weer, want heel het jaar door kunnen de spullen inleveren. Ja, ja, ja. Dus dit is gewoon over. En om de zomer in de container te gooien, is ook zonde. En die kast die erin staat, die is ook over van de vlooienmarkt. Die hebben de deuren uitgehaald en die in de container gezet. En de kinderen kunnen er eigenlijk uitleveren. Dat is prachtig. Prachtig, ja, deze te zien. En direct is maar een kwestie van opvegen en in de zak doen. En is klaar. Dan kan de container alsnog in. Ja, geweldig. Ja. Oké. Okay. Heel leuk te doen, ja. Ja. Ik denk de hele dag aan Louise. In elke droom komt zij voorbij. En als ik één iemand mocht kiezen, dan zou ik samen met haar zijn. Maar zij ziet mij niet staan. Zij ziet mij niet staan. Wacht maar tot ik straks de loterij win. Dan neem ik haar mee naar een restaurant. Dan trakteer ik op een chic dinertje. Ben jij een smurf geworden? Nou even wel. Nou even wel. Maar wat ga je worden dan? Zo, hallo! Daar zijn we nog wel even mee bezig, of niet? En jij bent de schmiedenvrouw? Onder andere. Onder andere. Met een dokter en een vriendin van de vrouw. Oh, kijk eens. Twee vaste schmiedenvrouw. Een heel team. Jazeker. En jullie hebben heel veel ervaring ook gezien. Want er zijn hier best mooie gezichten bij. Maar we kunnen allemaal goed tekenen. Ja. En dan kan je ook schmieden, hè? Ja, dat klopt, ja. Nee, dat is hartstikke mooi. Toch? Ik heb jou een woordje spelen. En heb je dat zelf uitgezocht? Ja? Nou, mooi hoor. Leuk. Ja, en nog een mooi prinsesje. Ja. En hij heeft een tekening. Ook daar komt hij vandaan. Slim hoor. Hij ziet er wel super mooi uit. Met allemaal glittersteentjes. Ik heb een
het diepst van mijn hart, ik hoop dat jullie me lezen. Misschien kunnen jij en ik ooit eens daten, of naar een pretpark of samen uit eten. Ik heb mijn lot gekocht met de winnende cijfers, en wie weet kunnen jij... Hoi, jij ziet er mooi uit. Wat ga jij worden? Een vlinder denk ik, hè? Leuk hoor. En waar gaat hij over? Over een beetje jezelf. Over jezelf? Ja. Oké, okay. En wat vind je dan heel leuk aan jezelf? Ik zie iets wat je nou aan het doen bent, denk ik. Ik zie daar staan een feestje. Ja. Had je wel wat feestjes? Ja. Ja? Ja. Nou, is vandaag voor jou ook een feestje? Wat? Is vandaag voor jou een feestje? Ja. Ja? Ja. Nou, veel plezier dan. Dankjewel. En jij, bij jou zie ik ook staan feesten op jouw collage. Ja. Hou je ook van feesten? Ja, heel erg. Ja? En wat was jouw laatste feest wat je hebt gehad? Nee. Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer? Maar je hebt er te veel waarschijnlijk. Ja, heel veel. Nou, vandaag is het ook een feestje, hè? Ja. Veel plezier. Ja.
momenteel deze impressie van de Fun Day, Family Fun Day tijdens het Helvoorts weekend van 2015. Het was nog lang niet afgelopen, maar wij moesten nog verder. Tot de volgende keer!